Beste kijkers, op 22 juli een AEX slotstand van 739 punten. En u ziet op de realtime dagkaart dat er wederom, net als gisteren, een witte candle is geplaatst. Inclusief een gap. En dan praten we over een gap tussen de bodies. En de swing tellen vandaag naar een plus 1 stand. En de RSI verder opgekruld boven de 50 lijn. En dat alles samen impliceert dat de up-status, jawel, weer terug is op het daily speelveld. En dus de meeste kansen voor de bulls om door te stomen naar de rode streep op 747+. Dat is in het kort wat de bevinding is vanuit het technisch oogpunt. Aan de andere kant moet ik ook zeggen, we noteren nu wel een beetje midden op het speelveld. Met andere woorden, de steunzone op 722 ligt onderin, logischerwijs. En de 747 weerstandszone bovenin. Dus eigenlijk veel ruimte, zowel voor stier als voor beer, om lekker te bewegen. Maar gelet op de rangen en standen bij de indicatoren, hebben de bulls toch wat meer troefkaarten in handen. En we gaan eens kijken of ze die verder kunnen uitspelen. En dat betekent dat als je koopposities hebt uitstaan, dat je die mag aanhouden en mag meeliften naar de rode streep. Bij de eerstvolgende zwarte candle, zwart tegen 747, dat mogen duidelijk zijn. Dan gaan we een hapering zien en dan wordt het tijd om weer winsten veilig te gaan stellen. De DAX, een klein procentje erbij vandaag. En dit is eigenlijk een beetje een neutrale situatie. Precies vastgeplakt op de SMA-lijn. Ook hier een beetje een gap fill, maar eigenlijk ook een stand-alone candle. Met zowel naar boven als naar beneden ook hier de nodige speelruimte. Dit is echt een kwestie van afwachten. Wacht op een duidelijk signaal waaruit blijkt wat de spelers van plan zijn. En hier ook zeker kansen voor beer en stier. Dus het heel simpel gezegd, het kan twee kanten op. Klinkt wat flauw, maar op dit moment is dat even niet anders. Dus afwachten wat er morgen gaat gebeuren. Wat heb ik aan technisch tip voor u meegenomen? De grafiek van Alphen. Bijna 5% erbij en ik wil voor Alphen wil ik de rode stip gaan hijsen. En u weet dat dat dan betekent dat winstnemingen aanstaande zijn. En dat komt omdat we in de 80 plus zone zijn aanbeland. Bijna het koersdoel van de daily setup hebben bereikt op 82. Dat betekent met de nodige dramatiek nog misschien wat erbij. Maar mochten we in de huidige zone, dus bij 80 plus, gaan haperen. En ik hoop dat dat gepaard gaat met een kleine zwarte candle. Dan krijgt u rustig de gelegenheid om de winsten te verzilveren. Met andere woorden, houd de vinger aan de pols. Bij haperingen in de 80 plus zone is het moment aangebroken om gewoon te zeggen, dankjewel markt, ik verzilver de winst en ik wacht op nieuwe kansen. Ik wens u een prettige avond.